Ik heb hier een aantal foto's van katten die ziek zijn. Op de eerste twee foto's valt onmiddellijk het derde ooglid op. Dat is normaal gezien niet zichtbaar. Nee, dat klopt. Op deze foto zie je dat het derde ooglid voor een klein stukje zichtbaar is. Maar op hier de volgende foto kan je zien dat ook meer dan de helft van het oog bedekt is. En in sommige gevallen kan het zijn dat er nog meer te zien is van het ooglid. Wijst dat op een oogprobleem? Dat kan wijzen op oogproblemen, maar het kan eigenlijk gewoon ook een teken zijn dat de kat zich niet goed voelt. Hier zien we een onverzorgde vacht. Dit is een voor- en nafoto. Het is ook niet te geloven dat dit dezelfde kat is. Nee, het is zo dat een slechte vacht wijst op heel veel zaken, maar in de eerste plaats kan het zijn omdat de kat zich slecht voelt, dat ze ziek is en zichzelf dus niet meer zo goed gaat verzorgen. Anderzijds moet je ook zeker denken aan een huid- of een vachtprobleem, maar er kunnen ook hier weer heel veel andere oorzaken te zijn. In ieder geval is het duidelijk een signaal dat er iets mis is met de kat en dat er mee naar de dierenarts moet gegaan worden. Ik veronderstel dat ook vermageren en geuren een aanwijzing kunnen geven. Ja, uiteraard. Dus een kat die plots begint te vermageren of langzaam vermagert. Of allerlei geuren. Ik denk daarbij een stinkende adem, stinkende oren, stinkende mest of harder stinken dan normaal. Het zijn allemaal signalen dat er echt iets mis is met de kat. En wat betreft de symptomen van daarnet, moet je eigenlijk alles tezamen zien. En een derde ooglid en een slechte vacht. En vermageren en nog iets anders. Dus natuurlijk, als er meerdere symptomen zijn, is het duidelijker en ga je sneller gealarmeerd zijn. Maar eigenlijk één symptoom op zich is al voldoende om te weten dat er iets mis is. En ook elke verandering in gedrag, daarvan kan men ook best eventjes stilstaan om te kijken of de kat eventueel niet ziek is. Hoe lang wacht men best voor men naar een dierenarts gaat? Eigenlijk is de regel heel simpel. Hoe sneller je naar de dierenarts gaat, hoe beter. Want hij kan dan sneller een diagnose stellen en een gepaste behandeling inzetten. Nu, vooral kittens zijn vatbaar voor ziektes. Hoe zie je aan kittens dat zij ziek zijn? Eigenlijk hetzelfde als bij volwassen katten. Natuurlijk komt er nog bij dat kittens nog meer spelen als volwassen katten. En als een kitten zich niet goed voelt, gaat het dadelijk stoppen of toch veel minder spelen. Dus dat is zeker ook een belangrijk signaal dat het kitten zich niet goed voelt.